CK. How are you doing? I'm great, man. My baby, my Valentine. Herken je het meteen? Dit is het liedje Love Nwantiti van de Nigeriaanse zanger CK. Het nummer werd heel erg populair op TikTok, terwijl het eigenlijk al meer dan 2 jaar oud is. CK keek er zelf ook wel van op. A friend of mine showed me the challenge on TikTok. Yeah, and less than a month after that, it became number one. Are you watching all the videos? When everyone was doing the challenge, I saw lots of videos. I was on TikTok, but obviously I can't see all of them because there are so many. Op TikTok is zijn nummer inmiddels dan ook al miljoenen keren gebruikt. CK is niet zijn echte naam, hij heet Chukwuka Ekwayani. Hij is 27 jaar oud en komt uit Nigeria. Hij zingt al heel erg lang en is daarmee begonnen in een kerkkoor. Zijn nummers zijn voor een deel in het Engels en voor een deel in het Igbo, een Afrikaanse taal. The big hit, Nwantiti, what is it about? Basically me expressing myself to my girlfriend on the song, basically. You know, love Nwantiti itself means a little bit of love. Yeah, in a nutshell, that's what it's about. CK maakt muziek die bij het muziekgenre Afrobeats hoort. Dit is een muziekstijl met invloeden uit Afrika. Het is in korte tijd heel erg populair geworden, ook door TikTok. Populaire artiesten die deze muziek ook maken zijn bijvoorbeeld Burna Boy, Wizkid en de CK. Afrobeats is becoming more and more popular in the world, right? And your music as well. What is it like for you as an artist? Good to be part of a culture that's getting global attention, for sure. Why? I mean, you know, doing something that is being felt around the world is not something that's common. So when you do that, it's an amazing feeling. CK wil in de toekomst nog veel meer muziek maken en hits scoren. Binnenkort komt er een nieuw album van hem uit en de verwachtingen zijn best hoog omdat de muziek nu zo populair is geworden. So what are your goals for the upcoming years? Next year, more music, more collaborations, more performances, more content. Keeps you busy. Yeah, extremely.